De Raad heeft besloten over het nieuwe regionaal bedrijventerrein Hees-West met landschapspark. Bewoners in Nuland maken zich vooral druk om de infrastructuur en de drukte op de wegen die er zal ontstaan door het aantal extra bewegingen wat er door dit industrieterrein komt. Nou, het plan is een heel slecht plan. We spreken met z'n allen af klimaatakkoord. Nou, daar voldoet het plan niet aan. We hebben allemaal iets tegen lege dozen. De provincie wil ze niet, maar die gooien ze hier wel neer. We hebben een stikstofprobleem. We hebben allemaal CO2-probleem. Hier is de vuilste lucht. En dan zijn er natuurlijk, en wij denken dan met name in Winkel, ondernemers die naar het dorp moeten, die wellicht een betere plek vinden op het industrieterrein, waardoor er in Winkel minder verkeersbewegingen ontstaan en wellicht ruimte komt voor woningbouw. Hier fietsen kinderen langs de Weerscheut. Nou, die moeten allemaal naar een bos en os naar school. Je kunt zelf al bedenken wat er gebeurt. En dan zeggen ze, ja, fietspad dit. Ik geloof niet in. Zoals nu het verkeersplan ligt, worden het veel ongelukken. Wij denken met name toch dat de druk, de verkeersdruk op met name de rotondes daar bij Nuland, drie rotondes die daar gepasseerd moeten worden, dat dat toch een probleem gaat worden. Een probleem voor en de leefbaarheid, maar ook de veiligheid. Nou ja, we hebben ons altijd al verzet tegen Hees-West. Hè. Vanaf het moment dat we in de raad zitten, speelt het al, Hees-West. We hebben ons altijd tegen verzet en daar blijven we ons tegen verzetten. Het is gewoon een onzalig plan. Nou, het is in ieder geval een goed plan waar al jaren natuurlijk aan gewerkt wordt. En ja, goed, als je kijkt naar de behoeften in de omgeving en ook in de regio met name, dan moet dit gaan gebeuren. Het heeft natuurlijk al wel verschillende hobbels moeten nemen. Hè? Ook uiteindelijk de twijfels van is dit wel nodig, ja of nee. Maar dit is echt nodig. En het rare is, we zetten dit nou gewoon door. We maken een combinatie van, hè? We doen een beetje zwaar, een beetje grootschalige logistiek. Maar in Waalwijk ligt gewoon 100 hectare, ligt gewoon braak voor grootschalige logistiek. Zo zijn we nou aan het doen. Het is een mooi terrein omdat het ook duurzaam is. Het is wat dat, gaan er echt in de huidige setting is dat ontwikkeld van duurzaamheid ten top. Dus gasloos en bedrijven moeten zelf hun energievoorzieningen ook gaan regelen, gaan orde maken. Ja. Er zijn echt heel veel clubs die dus ecologisch willen bouwen, die dus aan huis willen werken. Ga dat daar nou experimenteren. Hè, dan heeft er niemand last van. Iedereen vindt het leuk en gezellig. Er mag een nieuw bedrijventerrein komen. De Raad wil daarbij dat het verlies aan natuur door de nieuwe weg naar het bedrijventerrein in de omgeving wordt gecompenseerd. Ook wil de Raad dat er samen met het burenoverleg wordt bepaald hoe verkeersdrukte wordt gecontroleerd. En de Raad wil een toename van zware industrie voorkomen.